Ik heb heel erg genoten van het boek van Marjolein Hof en dat heet De Lepelsnijder. Het is min of meer een sprookjesboek. Ze is geïnspireerd geraakt door schilderijen in een Duits museum. Daar stond een man en een jongetje op bij een groot meer. Dat heeft ze aangepast. Die man heeft ze een lange baard gegeven en dat jongetje, dat heeft ze een lepelsnijder van gemaakt. Een houten, dus gewoon van takjes van een boom, maakte die de mooiste lepels. En daar heeft ze een verhaal van gemaakt waar ik heel erg van genoten heb. Ik zat er echt helemaal in. Het speelt zich ook een beetje af in de middeleeuwen. En het wordt zo beeldend beschreven dat ik dat vind ik echt schitterend. Ja, dat ligt me gewoon heel erg. Ja, geen moeilijke verhalen of zo. Verhalen en ook niet iets waar je depressief van wordt. Wat ik ook wel eens heb bij een boek, dat ik denk van waarom moet dat zo... Allemaal zo negatief. Ja, zeker lezen. En het heeft ook een open einde. Dus ik zit eigenlijk te wachten tot er nog een deel komt. Dus hier zit echt gewoon een heel goed verhaal in.